bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke informatieve video voor jullie, want ik ga jullie vandaag zelfbruining tips geven. Ik ga jullie vertellen hoe je gewoon altijd een mooie egale base kunt krijgen. Ik zelfbruin echt al voor ruim een jaar. Ik heb af en toe wel eventjes dat ik was gestopt, maar over het algemeen ben ik altijd gebruind door zelfbruiner en dat ben ik vandaag ook. Ik krijg heel vaak vragen met welke zelfbruiners ik gebruik, hoe ik het doe, want iedereen is altijd bang voor vlekken en dat soort dingen, wat ook echt kan gebeuren. Believe me, ik ben niet altijd de beste zelfbruiner persoon geweest. Zelfbruiner persoon. Dus bij mij is het ook echt al heel vaak misgegaan, vooral in het begin dan. Maar ik heb nou echt heel veel geleerd. Ik weet nou precies wat ik moet doen om altijd een mooie egale tint te krijgen zonder al die rare vlekken en zo, want ik heb heel veel fouten gemaakt, echt vallen en opstaan, maar ik heb ook echt geleerd van die fouten. Dus ik weet nu ook precies wat je wel moet doen en vooral niet moet doen. Dus ben je benieuwd naar deze video? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Als je benieuwd bent naar deze make-up look, die heb ik gemaakt in de video waarin ik de Revolution Glow collectie heb getest. Die staat al online. Wat heb ik op mijn lippen? Want dat heb ik wel veranderd. Ik heb Sweet Tea Lip Pencil op van Morphe. Ik heb Nabla lipstick op. Dit is een nieuw kleurtje, heet Magnolia. Heel mooi, een beetje licht rozig. En ik heb Jeffree Star Cosmetics Lip Gloss op. In de kleur Legends Only. Een hele mooie nude kleur. Oké, we gaan beginnen. Er zijn dus soort van drie stappen, drie fases. De voorbereiding, hoe je het moet aanbrengen. En de na. Er is ook echt een nazorg, die ook echt heel belangrijk is. Voordat ik de video begin, ik raad echt iedereen zelf bruining aan. Ga niet onder de zonnebank, want het beschadigt gewoon je huid. Ik ben ook heel vaak onder de zonnebank gegaan. Vooral in het begin, toen ik van al deze mousses allemaal vlekken kreeg en zo. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon onder de zonnebank. Maar ik ben er nou echt volledig mee gestopt, omdat ik gewoon nou dit doe elke week en het echt heb gedaan binnen 10 minuten. Dus ja. Oké, de voorbereiding. Dus voordat je gaat tannen. Een belangrijke stap is scrubben. Deze stap wordt heel vaak door mensen overgeslagen. Iedereen heeft iets van, ja, moet wel echt per se, who cares, hoeft niet per se. Het maakt echt verschil. Vooral als je een droge huid hebt. Ik persoonlijk heb dus zo'n droge huid. Mijn hele lichaam is helemaal droog. Echt mijn lichaam, mijn gezicht, mijn lippen, alles is droog. En voor mij vooral, ik zag heel veel verschil met het scrubben. Ik scrub echt mijn hele lichaam op de dag dat ik ga zelfbruinen. Dus in de ochtend. Gebruik een scrubhandschoen en gebruik gewoon een lichaamscrub. En daarmee kun je gewoon je hele lichaam scrubben. Scrub niet te hard. Dat heb ik af en toe gedaan bij mijn benen en zo. En toen achteraf had ik helemaal zo van die rode, pijnlijke strepen op mijn benen. Dus scrub een beetje rustig aan en scrub extra bij de plekken waar het bij jou droog wordt. Bij mij is dat zo altijd, zo hier zo wordt het altijd best wel droog en dat soort dingen. Dus let daar extra op. Dan is het belangrijk om body lotion aan te brengen op de droge plekken van je lichaam. Over het algemeen zijn de droge plekken je knokkels. Je wilt niet dat je knokkels helemaal zo zwart worden, want dat gebeurt. Ook hier bij je elleboog breng daar ook een beetje aan, want ook hier is het altijd best wel droog en dan brengt de mousse daar extra aan en dan wordt het daar ook best wel zwart en donker. Dus die plekken heb ik. Ik heb ook nog extra plekken en dat is echt zo hier. Kijk, ik zal even laten zien. Zo dit gebied. Dit zo hier. Je ziet ook nou dat de kleur hier een beetje anders is. Dit gebied is echt een probleemgebied voor mij. Dus daar breng ik ook altijd extra lotion aan. Zodat het daar niet te donker wordt. De lotion zorgt ervoor dat de mousse daar iets minder goed pakt. En dan wordt het dus daar iets minder bruin. En dan wordt het gewoon mooi egaal met de rest van je lichaam. Ook belangrijk voordat je begint. Je hele huid moet droog zijn. Niet waterig, niet vochtig. Breng geen lotion aan, niks. Je hele lichaam moet droog zijn als je gaat beginnen met de mousse. Oké, hoe moet je tannen? De producten die ik altijd gebruik. Ik heb er al een aantal gebruikt en deze vind ik echt super fijn. Die heb ik nou ook gebruikt. Bondi Sands Arrow of zoiets. Deze is super fijn. Ik vind die veel beter dan hun normale. Ze hebben nou ook een Ultra Dark. Ik wil die ook nog gaan proberen. Maar tot nu toe vind ik dit echt de beste. En de beste handschoen die ik tot nu toe heb gevonden is deze. Deze had ik gehad in een hoodie box. En ik ben er echt heel blij mee. Dit is van het merk Mind 10 of zoiets. En ik vind het ook handig dat hij hier zo een duim heeft. Want dan kan ik echt zo goed, zeg maar, om mijn been heen zo. Je pakt het echt zo goed vast. En dat vind ik echt gewoon heel erg fijn. Dus dit is altijd wat ik gebruik. Ben jij nog een beginnertje en ben je nog iets te bang om gelijk helemaal in te gaan met de agressieve mousse? Je kunt ook een bronzing custard gebruiken. Deze is van Vanity. Is ook heel fijn. En dit is een soort van crème die jou gewoon heel langzaam aan steeds beetje bij beetje bruiner maakt. Je brengt hem gewoon aan als elke crème die je
je normaal aanbrengt. Gewoon als je normale body lotion. En dit maakt je dan gewoon beetje bij beetje iets meer bruin. Dus dat is ideaal. Oké, als je gaat beginnen met tannen. Begin van onder naar boven. Begin bij je benen, je voeten en werk dan omhoog. Dat doe ik ook altijd. En ook iets wat echt super belangrijk is. Dit was de grootste fout die ik maakte in het begin. En dat is gewoon niet genoeg product gebruiken. Gebruik veel product. Ik zal even laten zien hoeveel ik gebruik voor echt alleen maar mijn onderbeen. Het is net een drolletje, oh my god. Dit is de hoeveelheid die ik ongeveer gebruik voor mijn onderbeen. En dan komt nog mijn bovenbeen en mijn buik en dat soort dingen. Maar ik gebruik echt veel product. Dit deed ik in het begin niet, waardoor ik gewoon echt vlekken krijg. Dus beter iets te veel product dan te weinig. Want het is belangrijk dat je alles pakt. En met te weinig product pak je gewoon niet alles. Dan komt de manier hoe je de ten aanbrengt. Je hebt dus het drolletje op je handschoen. Je gaat dan een beetje ronde bewegingen maken. Ga niet de hele tijd zo omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Want dan creëer je strepen. Je mag wel af en toe omhoog en omlaag. Maar je moet dan gelijk daarna ronde bewegingen maken. Dus zo op en neer, draaien, draaien, draaien. En zo moet je ervoor zorgen dat gewoon je hele been onder zit. Of je arm of wat je ook doet. Als je dat hebt gedaan, dan het kleine beetje wat nog op je handschoen is. Je pakt dus niet meer product. Ga je mee over je voeten en je handen. Hangt er vanaf of je bij je benen bent of bij je armen. Bijvoorbeeld, ik smeer het hier helemaal in. En dan is er nog een beetje op mijn handschoen. En daarmee ga ik over mijn handen. Ik pak niet meer product. En ik ga ook in between mijn vingers. Dus echt zo in het midden ga je zo. En dan zo op en neer. En je gaat er echt voor zorgen dat je hele hand goed onder zit. En zo ook met je voeten. Als je problemen hebt bij je handen, dat het vaak vlekkerig wordt en zo. Dat heb ik niet per se. Ik doe het gewoon altijd precies zo. En dan heb ik niet echt vlekken. Sommige mensen hebben toch iets meer droge plekken dan de anderen. Dus als jij dit doet en alsnog vlekken krijgt, pak dan een fluffy kwast. Gewoon een make-up fluffy kwast. En ga daarmee zo over je vingers. Om de vlekken te voorkomen. En pak gewoon een beetje bronzing, wat je nog hebt op je handschoen. En ga daarmee gewoon zo over je vingers. Om het extra goed in te blenden. Dan, als je je hele lichaam hebt gedaan, komt je rug. Dit ding is echt geweldig. Dit onderste ding gebruik ik echt nooit. Ik weet niet echt waar die voor is. Deze is ook van Bonnie Sands. Ik zet by the way alle producten beneden in de beschrijving. Ik doe hier altijd een beetje moes op. Of ja, een beetje, lekker veel. En dan ga ik gewoon zo mijn rug krabben. Je krabt gewoon zo je rug precies op de plekken waar je gewoon met je handschoen niet bij kwam. Dit ding is zo ideaal. Mijn rug is gewoon helemaal bruin nou. Ik kom altijd toch best wel ver op mijn rug. Maar er blijft altijd een klein gedeelte die niet wordt gepakt. En dan blijft het daar zo raar wittig. Dus met dit ding is dat echt opgelost. En je gaat gewoon zo ploep, ploep, ploep op en neer zo. En dan is je rug ook helemaal mooi bruin. Dus dit ding is echt ideaal. Dan ben je nu helemaal klaar met het bruinen. Nou gaan we verder. Ik bruin altijd in de avond. Want je moet de tan ongeveer een dagje oplaten. Zodat het goed in je huid werkt. Ik tan altijd in de avond. Want dan kan hij gewoon de hele nacht inwerken. En dat vind ik de fijnste en de makkelijkste manier dan overdag. Het is belangrijk dat nadat je tant. Of je nou gaat slapen of in de ochtend tant. Is dat je kleding aandoet met lange mouwen. Doe een trui aan met lange mouwen. Broek aan met lange mouwen. Want als je dat niet doet. Ook dit probleem heb ik gehad. Dan had ik gewoon vaak zo'n shirt aan. En dan ging ik slapen. En ik slaap vaak zo. Ik lig zo, zo schuin. Met mijn armen zo op elkaar. Wat gebeurt er dan? Je gaat zweten. Je huid raakt elkaar aan. Waardoor ik hier helemaal zo een witte plek kreeg. Bij mijn benen idem dito. Als je huid elkaar aanraakt. Terwijl de mousse nog niet is ingetrokken. Gaat het eraf. En je gaat zweten en zo. En dan heb je gewoon allemaal van die witte plekken. Dus zolang je mousse nog inwerkt, draag een lange mouwtrui, een lange broek en dat soort dingen. Of een legging. Dat maakt verder niet uit als je huid maar bedekt is en het niet allemaal op elkaar komt. Dat is echt heel belangrijk. En vooral daarna geen lotion opsmeren en geen water aanraken. Pas in de ochtend mag je die dingen doen. In de ochtend ga ik dan in de douche en dan gaat alles eraf en dan ben ik helemaal zo mooi gebruind zoals je nu ziet. Als je in de ochtend hebt gedoucht, smeer je dan wel helemaal in met lotion. Gewoon de lotion die jij gewoon altijd gebruikt, smeer je hele lichaam in en doe dit elke dag. Ik denk dat de meeste van ons sowieso elke dag insmeren. Vooral mensen met een droge huid, smeer je in. Droge huid is echt funest voor je tan. Is je huid te lang droog en heb je hem te lang niet ingesmeerd, dan zal de tan er zo langzaam van afgaan en dan krijg je allemaal van die lelijke witte vlekken. En dan gaat je tan er ook niet mooi egaal weer van af. En dat is niet mooi. Dus smeer je echt in. Ik heb me één keer letterlijk 2 dagen niet ingesmeerd en gelijk begon ik gewoon vlekken te zien. Je gezicht
gezicht stand bijhouden is iets moeilijker dan je lichaam. Omdat vooral vrouwen zich allemaal opmaken elke dag. Scrubben, je haalt je make-up eraf. Dus je maakt elke dag helemaal je gezicht schoon. Waardoor de tan op je gezicht sneller vervaagt dan je lichaam. Wat is hier de oplossing voor? Tannings drops. Ik gebruik van Vanity. Ik mix die elke ochtend met mijn dagcreme. Gewoon 2 druppeltjes. Mixen op je handen en dan gewoon insmeren op je gezicht. En op die manier blijft de tan op je gezicht ook gewoon goed. Gebruik niet te veel van de drops, anders wordt je gezicht helemaal bruin. Die fout heb ik ook al gemaakt. Voor de rest is het ook belangrijk om je lichaam en zo niet te vaak te scrubben. Ga niet volop elke dag je hele lichaam zitten scrubben. Want obvious scrub je dan je hele tan eraf. Scheren is ook niet echt heel handig, want dat haalt ook elke keer weer een klein beetje de tan eraf. Scheer zo min mogelijk. Je tan zal uiteindelijk gewoon langzaam vervagen. Als je gewoon alles goed doet, zal het gewoon vervagen op een hele mooie egale manier. En ik breng mijn tan elke week opnieuw aan. Maar op zich moet ik wel zeggen dat de tan ongeveer 1,5 week meegaat. 1 tot 1,5 week bij mij. Maar ik breng het gewoon weer elke week opnieuw aan. Heb jij nou al gewoon genoeg van je tan? Of heb je vlekken en wil je het eraf halen? Dan kun je een tan eraser gebruiken. Ik gebruik dit gecombineerd met een scrub. Deze is ook van Vanity. Een tan eraser helpt jou erbij om je tan er sneller van af te krijgen. Dus doe dit en scrub ook. En dan zal je tan er echt binnen 1 of 2 keer al gewoon helemaal van af zijn. Ik haal persoonlijk mijn tan er bijna nooit van af. Alleen maar wanneer het ging vlekken. Toen moest ik het er wel afhalen. Want als je opnieuw je mousse aanbrengt op een gevlekte tan, dan blijven die vlekken extra. Dus als het gaat vlekken, haal het er eerst af voordat je weer opnieuw ingaat met je mousse. Nou, dit was dan de video. Ik hoop dat ik jullie heb geholpen met zelfbruining. Als je dit zo iedere keer doet, dan gaat het echt super makkelijk. Je krijgt geen vlekken. En ik heb mijn hele lichaam gebruind binnen 5 tot 10 minuten. Gewoon super snel, super makkelijk. Ben jij nou ook een persoon die dit super vaak doet, die ook altijd mousses gebruikt om te bruinen? En heb jij nog handige tips? Let us know wat ik ben altijd op zoek naar meer info over bruining, want het kan altijd beter. Al ben ik nou best wel tevreden met hoe ik het nu doe. Alles gaat gewoon over het algemeen altijd wel goed. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!